de fysische kant van de bodemkwaliteit. Dat is een van onze grote aandachtspunten. En die staat echt onder druk. Omdat we daar in de praktijk met grote machines doorheen rijden onder natte omstandigheden. Waardoor je eigenlijk de bodem verdicht, aandrukt. En dat herstelt op klei niet snel. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Ik ben Pieter de Wolf, werkzaam als onderzoeker bij Wageningen University and Research. Projectleider van de boerderij van de toekomst. En daar zijn jullie nu te gast. En als de grond echt hard is en verdicht, dan dringen wortels daar moeilijk doorheen of niet. Gewassen reageren dan gelijk omdat ze niet bij het vocht kunnen. En het andere is natuurlijk dat je in dat bovenste stukje de nutriëntenopname hebt en niet dieper. Het andere is als het heel nat is, dan zie je dat juist in die verdichte laag het water ook niet doordringt. Dus dan zie je dat de bovenlaag heel nat wordt, waardoor je weer schade, zuurstofgebrek, rot krijgt in gewassen die er dan op het veld staan. Dit is het tweede jaar dat hier zeg maar overheen gereden wordt. En ik krijg hier de schop echt niet in, behalve met heel veel moeite. Dit is het stukje wat nu heel hard is geworden, omdat hier nu een paar keer overheen is gereden. En ja, kijk, je ziet het ook, dit is echt helemaal blauw. En dat is zuurstofgebrek. Hier groeit ook echt niks meer doorheen. Je kunt het zien. Ik krijg de schep, ik zou de steel kunnen breken hier. Als we nou eens niet rijden waar je gewassen teelt, dan rij je dus met behulp van GPS jaarlijks altijd met de wielen van de trekker op dezelfde plek naast het teeltbed. Waar gewassen staan wordt niet meer gereden, heb je dus geen bodemverdichting meer. Heel veel boeren gebruiken het al om recht te rijden, bijvoorbeeld bij zaaien of bij ploegen. Het nieuwe is eigenlijk dat die trekkers breder zijn. Wij hebben 3,15 meter, dus dat is echt fors breder. Dat is een investering. Nou, dat moet, en dat weten we uit onderzoek, zeker 5-10% opbrengst schelen. En als je naar de toekomst kijkt met extreme droogte, extreme natte omstandigheden, dat neemt toe. Dan moet dat verschil nog groter worden. Als je jaarlijks een klein beetje opbrengstdaling zou hebben, dat kun je helemaal niet zien. En je ziet niet dat het 5 ton meer had kunnen zijn. Dat is natuurlijk waarom je er ook onderzoek naar doet. Dan kun je dit soort verschillen natuurlijk bepalen. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, het systeem is voordelig. Ja, wij denken echt dat we met dit systeem een oplossing kunnen bieden. Die is niet ideaal. De capaciteit van dit systeem is nog niet zo groot als zeg maar, de grote conventionele machines. Maar we zien wel een richting dat we machines kunnen ontwikkelen die gewoon werken vanaf rijpaden, ook in de oogst.